Als het tulpen valt tot luid, als de lucht de bloesem sluit en de vogels zingen luid het hoogste hier. Als de kersenboom er valt, al de toon is veel te stom en de pijl op heel veel boter bloemen ziet. Komt het leven weer op gang, alles trilt van leven gang en de hele natuur jouw blij haar lentezang. In mei, in mei, in mei, lijkt hem alle vogels met mij. In mei, in mei, in mei, danst het hoog op de wei. En de kater en de kat, en de duiven op de plat, en de kikkers in het riet, en zelfs de vissen in de nat. In mei, in mei, in mei, zijn ze bijna zo verliefd als wij. En de kater en de kat en de duiven op het plat en de kikkers in het riet en zelfs de vissen in het nat. In mei, in mei, in mei, zijn ze bijna zo verliefd als wij. Als de lente komt het land, gaat de kachel aan de kant, zelfs de langste koudste winter gaat voorbij. En de bomen botten uit en de vissen schiet het uit en het meisje vraagt een extra hagelvrij. Het is het kakenmotorboel en de vulkens wel te koel, maar opeens wordt het in de lucht naar vaardig zoek. In mei, in mei, in mei, leggen alle vogeltjes een ei. Daar zit mijn toekomst in. Wat wil je daarmee? Ik heb een baantje ontdekt. Wat voor een baantje? Straatmuzikant. Wat is er aan de hand? Hij wil niet meer verder. Oh nee. Moet je maar zijn staart trekken? Hé, hé! Hé, zeg. Denk je dat ik naar huis wil komen met een straatmuzikant? Het hele dorp zou me niet meer aankijken. Jij dan liever een werkloze? Werkeloosheid is geen schande. En je brood verdienen met muziek, is dat wel een schande? Als je dan meer van dat vieze oude ding houdt dan van mij, dan moet je het zelf maar weten. Marietje, wat bezielt je nou? Marietje!
Marietje! Straatmuzikant. Ik heb daarnet even naar de motor gekeken, maar toen ik al wegrijden, deed hij het niet meer. Wat een wonder, als je het contactsleuteltje ook niet omdraait. De straatmuzikant, dat moet de spiegel zijn van zijn muziek. Ja. Een doofbeest moet van je trekken kunnen aflezen wat je nou eigenlijk speelt. Dan moet je eens opletten. En als u uw chocolie niet openstaan. Oh. Wat is eigenlijk de choke? Hier. Dit. Zo. Probeer dit nou nog maar eens. En dan onder het spelen, als maar naar je moet kijken. Dan krijgt hij een magische aantrekkingskracht voor het publiek. Waar heb jij zoveel verstand van auto's op gedaan? Vroeger mechanicien geweest. Thank you.
richting en rechtuit? Ja. Ja, vooral als je naar de verkeerde kant duwt. Laat mij dat maar even doen, hè. Wat te doen. Al sinds 2 jaar niet. Ik moet naar Vlissingen, mijn meisje van de boot halen. Wil je voor een chauffeur bij me worden? Voor 25 pop? Oh. Maar ik zie je niet erg chauffeur achteruit. Daar weet ik wel wat. En tenniskleren. En nou je laatste noot, die moet het publiek gewoon weg overstuur maken, snap je? Ik wil niet veel op een chauffeursuniform, maar voor 1 dag zal het toch wel gaan. Beweging erin te krijgen. Daar had ik jou niet voor nodig gehad. En hoe moet ik nu naar huis? Thank you.
tijd. Daar komt ze. Je nieuwe wagen? En je rijdt als een koekenbakker. Ik? Ik doe met die wagen wat ik wil. Dit is... Frans Vermeer. Goeie vriend van me. Charlotte van Buren. Nou, dan zullen we maar gaan, hè? Ga jij maar achterin zitten. Straks moet jij wel weer eens rijden. De wegen hier op Walcheren ken ik als mijn naam. Als ik je pa was, dan wil ik niet in zulke dure wagens rijden. Hoogstens in een bokkenwagen. Waar is Frans gebleven? Die is bezig Rijkruis auto stuk te maken. Ja, die versnelling die is finaal gemoeid. Er moet een nieuwe tandrad in. En dat hebben we hier in Middelburg niet. Dat zal uit Rotterdam moeten komen. En wanneer kan het hier zijn? Tjo, als ik vlug ben, morgenmiddag. Morgenmiddag pas? Tjo. Maar kunnen we dat tandrad zelf niet halen met de vliegmachine? Hé, nee, je weet toch, mijn zwakke maag. Ja, maar jij hoeft niet mee te gaan. Meneer Vermeer kan de tandrad toch wel kopen. Ja, dan ga ik intussen eens kijken waar het meisje woont. Dat hier vanmorgen haar wagentje heeft laten repareren. Oh, Marietje Willems. Die woont in Zeedorp in de Molen. Evering. Uit Rotterdam? Wat de
Torenfabriek. Haak dan als de bliksem bij je wegkomt. Ik heb geen motor nodig, versta je? Volgemaal al 200 jaar met zijn wieken en dan ben ik best niet tevreden. En zeg tegen je baas dat als hij nog meer van die reizigers op afstuurt, dan zal ik ze zelf niet wegjagen, maar dan zal men een onder doen. En die kan wij. Versta je? In een vliegtuig? Met de juffrouw van Buren? Kom mee, wij gaan ook samen uit. Erg graag. Maar kunt u niet eerst die hond wegdoen? Snoept u? Even, er moet iemand mee. Maar niet aan de tijd gedacht. Het is hier ook zo mooi. Maar dan kunnen we hier pas morgenochtend weg. Nou ja, dan kunnen we een beetje van de mooie natuur genieten. Ah.
anders dan alle andere kennis. Zo. Ik zou wel tot morgenochtend door kunnen eten. Ik heb niet veel trek. Dat komt niet op pas, hoor. Mijn haas heeft geen trek. Of zal ik een lekker kippetje voor je klaarmaken? Nee. Vandaag komt er geen vliegtuig meer binnen. Merci. Zie je nou wel? Hoe kun je zo'n rijke juffrouw ook alleen weg laten gaan met zo'n meisjesgek als Frans? Ja, wat zeg wel. Hier heb je de sleutel van de kamer die meneer besteld heeft. Eén kamer? Ja, meneer heeft gezegd, één kamer. Nou? Hoe komt u erbij om maar één kamer te nemen? Hebt u niet genoeg aan één kamer? En u dan? Ik? Oh, ik slaap in de duinen. Dat is me vanmiddag best bevallen. En waarom slaapt u niet hier? Omdat ik geen geld heb. En omdat ik er niet aan denk hier op uw kosten te logeren. Verschijnt aan de hemel het zaal.
straat klinkt dat lied zo zacht, zo innig door heel de natuur. En het klinkt zo zoet, dat een luisteren al wie er waakt op dat nachtelijk uur. Is een oude melodie, een vervalde melodie, vol geluk, vol harmonie. De sterren zingen diep in lief, uit lang vervlogen tijden. De mensen slapen en horen het niet, maar wij verstaan het tijden. En de zeeuwen zo zacht. En diep in ons hart klinkt het lied van de nacht. De sterren zingen een lied na onze gelukkige dag. Ik dacht dat u het misschien koud zou hebben. Dat is erg lief van u. Zin om zelf ook zo'n plaatje in de duinen te zoeken. Het is hier zo romantisch. U zou alleen maar koud hebben. Laat ik u maar naar het hotel terugbrengen. Die dekens zullen ze hier niet stelen. Ik dacht, als je nu toch overtuigd bent dat Frans nooit meer terugkomt. Beslist, ik ken hem toch. Zo'n slecht mens, die trekt er van mij niets meer aan. Die denkt alleen nog maar aan zijn juffrouw van Buren. Ja, en als Frans nu toch voor goed weg is. Oh. Nou, ik zal nu maar teruggaan. Ik ben nu toch als thuis.
Zou je eigenlijk... Zou je eigenlijk geen wraak kunnen nemen op die gemeen Frans? Ja. Maar hoe? Als je nu eens goed vond dat ik je een zoen gaf. Jij bent nog veel gemeener dan Frans. Nog niet dat ik niet gediend ben van je motoren. Ik kom hier helemaal geen motor verkopen. Nee? Wat dan? Wacht hem! Hij komt nou nog eens terug.
Altijd maar weer over die uitvinding van Jameson en Jameson. Zal wel humbug zijn. Maar er wordt toch al over geschreven. Overal lees je Jameson en Jameson. Jameson en Jameson. Wanneer lees je ooit eens iets over Van Buren? Hier. Doen we dus op de werf. Natuurlijk vind ik me op. Elk woord dat over een nieuwe uitvinding van onze concurrenten geschreven wordt, is schadelijk voor ons. Schadelijk? Al die nieuwe uitvindingen zijn veel schadelijker. Laten Van Buren maar ouderwets degelijk blijven. Kamer van chef-ingenieur Matthijssen. Hallo Matthijssen. De hele Engelse pers staat weer vol over die uitvinding van Jameson en Jameson. Kom je straks even bij me? Hallo Daddy. Dag juffrouw van der Linde. Juffrouw Charlotte? Zeg, kindje, heb jij daar in Londen horen praten over die uitvinding van Jameson en Jameson? Is dat die nieuwe modezaak in Oxford Street? Ja, maar je hebt toch zelf gezegd dat Frans zo'n gemene kerel is? Alleen als hij door anderen overgehaald wordt. Wil je soms zeggen dat... Marieke, pas op, je krijgt de klap van de molen. Dat heb jij niet meer nodig. Nodig hebben we het allemaal, beste kind. Jij net zo goed. Raceauto's en avondtoiletten zijn heel mooie dingen, maar... Wie is toch die man die daar heen en weer loopt? Oh, dat is iemand die me komt afhalen. Ik geloof dat ik dat jong mens al eens eerder heb gezien. Het is een vriend van Bobby. Vermeer heet hij. Vermeer? Ach, natuurlijk. Dat is een vroegere mechanicien van ons. Een ontslagen mechanicien. Het reisgezelschap van mijn dochter. Oh. Maar hij is al lang geen ontslagen mechanicien meer. Hoe weet je dat? Dat heeft hij me verteld. Op de boot. Hij kwam op uit Londen. Daar heeft hij een geweldige carrière gemaakt. Het laatste jaar heeft hij... Geen cent verdiend. Ja, dat is te kijken. Ja. Dag maar. Sorry. U moet bij vader komen. Ik heb hem verteld dat u in Londen werkt en een grote carrière hebt gemaakt. Ja, maar... Zo, meneer Vermeer, hoe gaat het? Dat is wel een tijd geleden dat wij elkaar gezien hebben. En u werkt tegenwoordig zo bij Jameson en Jameson. Het schijnt u daar goed te gaan. Ik
Interessante uitvinding hebben ze daar gedaan bij Jameson en Jameson. Hm? Ja. Hebt u daar ook aan meegewerkt? Nee. Maar u kunt er toch wel meer van vertellen dan wat er in de krant staat? Nee. Zie je? Meneer Vermeer heeft tenminste respect voor vakgeheimen. Maar tegenover uw gewezen patroon kunt u toch wel een uitzondering maken? Vooral omdat we toch zo goed zijn met Jameson en Jameson. Zo? Luistert u nou eens, meneer Vermeer. Dan moet u vooral niet denken dat wij u hier zitten uit te horen. Steekt u eens op. Maar als kennis van mijn dochter en vriend van mijn aanstaande schoonzoon beschouw ik u al min of meer als een soort van familielid. Begrijpt u wel? En omdat we hier nu zo gezellig bij elkaar zitten, ik interesseer me nu eenmaal voor alles wat nieuw is. Dat heb ik nodig om jong te blijven. En we zijn per slotverrekening toch geen concurrenten. Hier heb je een blognoot. Maak nu nog eens een schetsje voor me van die uitvinding. Nou, dat zit zo. Hier loopt een stang. En hier gaat het koren in dat gemalen moet worden. En als er nu eens een mens in past. Oh, daar merk je niets van. Die komt er van onder ook als meel uit. Als ik er nu uit verdriet insprong en er van onder als meel toe uitkomt, wat zou je dan zeggen? Prachtig, prachtig. Dat had ik van die Jamesons niet verwacht. Ik heb wel niet zo erg veel verstand van die dingen, want ik heb geen tijd om me met technische bijzonderheden te bemoeien. Daar heb ik mijn personeel voor. Maar, zeg eens, meneer Vermeer, zou u weer bij mij in betrekking willen komen? Het spreekt vanzelf dat u bij mij een betere positie krijgt dan u bij Jameson en Jameson hebt. Wat verdient u daar? Hey vrouw, waar blijft u nou? Hoe bent u daar? Ik wil met Rotterdam spreken. 9, 9, 6, 4, 5. Ja. Maakt u maar ineens een contract op voor meneer Vermeer, hm? Maar meneer Van Buren, ik wil helemaal niet. Ook niet als we het salaris nu eens vaststellen op 700 gulden in de maand. 700 gulden per maand? Waarom wilt u eigenlijk zo graag dat ik weer bij uw betrekking kom? Wel. Heel eenvoudig. Omdat u mij sympathiek bent. En omdat wij gebruik willen maken van de vakkennis die u in Engeland hebt opgedaan. Maar ik ben toch helemaal... Wat nou weer? Ja? Oh, Bobby. Bobby. Ja, ja, ze is hier. Je hoeft je niet ongerust te maken. Maar zeg, excuseer, ik zit in conferentie. Hallo, waar zit je eigenlijk? In wat? Zeedorp? Nooit van gehoord. Nou ja, enfin, doet er niet toe. Tot ziens. De groeten van Bobby. Wat voert hij in hemelsnaam in Zeedorp uit? In Zeedorp heeft maar één telefoon. Is hij dan bij me? Goedemorgen. Stop, stop. U moet uw contract nog tekenen. Ik onderteken niks. Het is allemaal leugen en bedrog. Ik werk niet in Londen. Ik heb geen carrière gemaakt. En ik weet niks van Engelse uitvinding af. Ik heb alleen maar moeten liegen. Omdat die jonge dame daar zich voor schaamt.
dat ze sinds gisteren in gezelschap is geweest van een werkloze mechanicien. Die ze zo interessant vond, omdat hij niet Bobby of zo heet. Omdat hij geen auto heeft en wat hij niet bang is zijn handjes vuil te maken aan de motorolie. Dat weten jullie precies. Goedemorgen. En Frans? Wat is er met Frans gebeurd? Daar heeft hij niet over gesproken. Hij heeft alleen gezegd dat Charlotte in Rotterdam was aangekomen. Dan is Frans dus eenvoudig verdwenen. Dat je me altijd de onmogelijkste mensen in mijn huis brengt. Een werkeloze mechanicien. Verleden jaar was het een zigeuner. Dat was toch een groot violist? Alle zigeuners zijn violisten. En van de winter kwam je naar huis met een Laplander. Niet waar. Een Finn. En hij was kampioen skiloper. Een skiloper, een zigeuner, een werkeloze mechanicien. Er ontbreekt alleen nog maar een struikrover aan de collectie. Deze keer was het heel iets anders. Wat was het dan deze keer? De struikrover. Marietje, zullen we goede vrienden worden? En een beetje van elkaar houden? Marietje. Nou goed, laat ons dan maar gaan verloven. Verloven? Ja. Ja? Chef-ingenieur Matthijs, u had daarom gevraagd. Laat maar binnenkomen. Nou, goed. Als jij het dan niet hebben wilt, dan zal ik de politie niet waarschuwen. U hebt hem er zelf toegedreven. Waarom was u ook zo nieuwsgierig? Ga even zitten, Matthijs. Van zaken begrijp jij nou eenmaal niets, kindje. Blijf jij Jameson en Jameson in het vervolg ook maar voor een modesalon houden. Hé, wat is dat? Gooi dat maar in de prullenmand. Dat is van iemand die me wijs wilde maken dat hij iets van die Engelse uitvinding afwist. Daar heeft het niets mee te maken, maar... Wat maar. Maar dat is heel interessant. Dat is blijkbaar een ontwerp voor een vereenvoudigde lasmethode. Lasmethode? En dat heeft dat jonge mens ons willen aansmeren als een uitvinding. En zou dat te gebruiken zijn? Ik zou bijna zeggen ja. Charlotte, hoe kun je nu de enige van al je kennissen die werkelijk eens iets presteert... laten weglopen. Als je hem nu ook maar zelf terughaalt. Terughalen? Ik denk er niet aan.
niet zeker van. En wanneer gaan we trouwen? Trouwen? Zou je beslist niet denken dat je vader me hier vindt? Nou, en als vader je zou vinden? Je bent dan toch zijn schoonzoon? Schoonzoon? Oh ja. Maar als Frans er toch nog eens terugkomt. Frans? Zeker niet dat ik mijn dochter laat trouwen met de eerste en beste slampamper van een handelsreiziger. Zo'n brutaliteit heb ik nog nooit gehad. Zeker, we houden van elkaar. Wee je geweest.
Als het een handigheidje van je is ja. om mij een motor aan te smeren. Nee, heus niet. Absoluut niet. Het is alleen omdat ik zo op uw dochter ben. En ik op jou. Jong. Kom eens hier, kereltje. Ja, hè? Zal ik een zelfrijdend bakmeel van je maken? Hè? Ach nee, het zou veel te veel naar de troep maken. Goedemorgen. Wat doe jij hier? Nou, en jij dan? Nou ben je je baantje chauffeur voor één dag natuurlijk ook nog kwijt. Nou ja, een mens kan niet aan alles denken. Nee, maar jij hebt niet eens aan mij gedacht. Zo. Waarom denk je dat ik me zo gehaast heb om weer terug te komen? Nou ja. Als u soms uw schoonzoontje komt halen, die ligt beneden. Ik kom u een contract brengen. Een contract? Ik heb u toch duidelijk genoeg gezegd hoe het erover... Het gaat om die tekening die u bij me hebt gemaakt. Die had niets met Jameson en Jameson te maken. Dat was maar een idee van mezelf. Dat interesseert me juist. Maak mij wat wijs. Datzelfde idee heb ik u 3 jaar geleden al aangeboden. Maar toen wilde u er niets van weten. Hier, daar kunt u het zelf lezen. En vind jij het helemaal niet nodig om me uit te leggen waarom je 24 uur bent weggebleven? Nee. Waar ga je heen? Salon. Duidelijker kan het toch niet? Dat is de schuld van die stommeling van een Matthijssen. Maar ik heb dadelijk gezien wat die nieuwe lastmethode waard is. Wilt u bij mij in het constructiebureau komen? In het constructiebureau? Het constructiebureau? U kunt maandag al aan de gang gaan. In het constructiebureau? In het constructiebureau? In het constructiebureau? Oh, mannetje! In het constructiebureau? Wat fijn! In het eigenlijk uit? Vraag u liever wat zij hieruit voert. Ik kom vragen of hier soms nog een verpleegster nodig is. Mama's lieveling. En blijf jij daar nou zomaar zitten? Dat kind heeft toch gelijk? Ben jij een man? Maar weet dat ik de volgende keer meega naar Rotterdam. Hallo. Afgesproken, onmiddellijk na de fusie wordt de motor geleverd. Je zult er geen spijt van hebben.